Hoog boven die ranten om Pretoria, administratieve hoofdstad van de Unie, troon die voortrekkermonument, baken van een grootse prestatie. Hierdie monument, gebouw van onvergankelijke klip en omring van die symbool van water, is opgericht ter ere van hulle wat de ietsie meer als 100 jaar geleden die blanke cultuur en beschaving naar die destijds onherbergzame zuidelijke Afrika gebring het. Vandaag, met die blanke beschaving onuitwisbaar afgedrukt op Zuid-Afrika, brengen natie hier hulde aan zijn pioniers. Hulle huis en haard, hulle wieg en hulle vesting, was die geliefde Ova. Hulle het geen groter kracht geken als dit wat hulle in hulle geloof gevind het. Aan die symbool van die geloof, een voortrekkermoeder, wordt dan ook die ereplek voor die monument toegekend. Zelfs binnen die kring van die wie zijn namen in die geschiedenisboeken verewig is. Piet Retief, wat zijn leven opgeofferd voor zijn idealen. Andries Pretorius, zeevierende aanvoerder bij die slag van Bloedrivier. Andries Hendrik Potgieter en die baie ander wat geëerd wordt in die figuur van die onbekende voortrekker. En namens wie, Sarel Selje die godsman, op die vooraan van die slag van Bloedrivier beloof het, dat as de die Heere zou behaag om aan hulle die oorwinning te skenk, hulle een kerk tot sy eer zou oprig, en hulle kinders en die komende geslachte opdracht zou gee, om die dag en die datum as een sabbatdag te onthou en te herdenken.